1, 2, 3. Goedemorgen allemaal. Het is net 7:30 geweest. Ik heb mijn wekker om 6:10 gezet. Ik ben even lekker gaan wassen en aankleden. Ik ben gewoon helemaal zwart vandaag. Ik ga even koffie drinken. Gisteren ben ik dus expres vroeg opgegaan, want mijn vrouw wakker maakte. Maar vandaag dacht ik dus, ik ga gewoon weer lekker vroeg op. Toen mijn wekker ging, dacht ik, oh, waarom? Omdat ik gisteren echt heel erg vroeg op ben gegaan, heel erg laat ben geslapen. Maar ik dacht, ik ga er gewoon uit. Dat beviel me gisteren echt heel erg goed. Dus ik ga even een beetje de keuken recht trekken, als dat mogelijk is nu. En dan ga ik koffie zetten en video editen. Goed. De keuken is opgeruimd. Er zit alleen een pan extra op het aanrecht. Wat is het nog? Dat nog vlees over van gisteren. Dus dat blijft daar nog even staan. Ik heb het ook doen. Zo. Ga lekker editen, jongens. Alweer. Goed, als je de vlog van gisteren hebt gezien, dan heb je kunnen zien dat de vlog niet heel erg lang was en niet heel erg boeiend. Dus ik was ook best wel snel klaar met editen. Het wordt alweer licht buiten. Ik moet alleen even in mijn planning zo gaan kijken wanneer ik wat online moet zetten. Even herkwaardig, ik moet deze spelletjes even... Ik heb gisteren allemaal spelletjes gedownload. In de hoop dat ze een beetje werken, maar het werkt dus niet zo heel erg goed eigenlijk. Dus ik heb alles weer verwijderd en goed, ik zet alles gewoon lekker in het chill and needed mapje. Of de bacon daarheen. Zo. Dus alles weer georganiseerd op de telefoon. Ik ga lekker een videootje kijken. En ik zie dat Rachelle, die keek altijd. Zij heeft een super productive day video online gezet. Nee, dat komt perfect uit. Dus dat gaan we ook kijken. Oh, en trouwens, heb je Videoland en weet je niks wat je moet kijken of het verveel je? Ga de serie Like Me kijken. Het is een Vlaamse serie. Het is heel erg leuk. Het is een soort, het is echt wel een verhaal. Een tienerverhaalachtig wat er met de speel. Maar uiteindelijk barsten ze er dus elke keer uit in liederen die ze zingen. Dat zijn oud-Hollandse en Belgische liederen. Tenminste, heb ik het idee tot nu toe. Want er wordt bijvoorbeeld een liedje gezongen als Het is weer voorbij, die mooie zomer en al dat soort dingen. Maar ook gewoon serieus liederen van deze tijd. Dus ik vind het heel erg leuk. Ik heb hier trouwens een plekje op mijn gezicht zitten. Ik kan afblijven. Maar ik vind het een hele leuke serie. Ik kan ook echt niet stoppen met kijken. Er zit echt ook wel best wel een heel goed verhaal in. Het is trouwens een samenwerking gemaakt met Videoland en Catnet. Dus vandaar dat het ook Vlaams is. Maar het is wel echt heel erg leuk. Maar goed, ik ga YouTube-video's kijken en dan mag ik een beetje lekker mijn koffie opdrinken. Ik heb trouwens een pot koffie gezet als mijn pa naar beneden komt, dus ik heb gisteren deze tas weer tevoorschijn getrokken. Ik wist eens dat ik deze nog had. Superleuk, het is gewoon een soort koffermodel. Oké, jongens, ik heb vanaf vanmorgen niks meer gevlogd en vraag me niet waarom. Ik heb er gewoon geen erg in gehad. Er zijn wel wat dingen gebeurd. Ik doe deze even wat lager. Ik heb vandaag de dokter gebeld in verband met jeuk aan mijn voeten. Ik heb er gisteren crème voor gehaald. Het werkte niet echt helemaal lekker. Die andere crème gehad van de huisarts en dat werkt tot nu toe wel. Dus hopelijk werkt het ook gewoon goed ervoor. Verder...
Ja, zijn er verder nog dingen? Ik heb video geüpload, geëdit. Even deze uit. Verder niet zo heel veel. Ik ben even bij mijn opa en oma iets gaan regelen. En ik heb nu mijn bed afgehaald en mijn eenpersoonsdekbed erbij gepakt. Want daar lig ik natuurlijk de laatste vaak onder. Vind ik echt heerlijk. En ik heb dorst. Maar in ieder geval. Het eenpersoonsdekbed. Ik ga lekker mijn bed in trouwens. Het is nog hartstikke vroeg. Het is net 8:30 geweest. Maar aangezien mijn wekker morgenochtend gewoon weer lekker op tijd gaat. Ik wil morgen wel iets later dan wat ik de afgelopen twee dagen heb. Stond de wekker om 6:00. Nu wil ik ongeveer om een uur of 6:15, 7:00 of zo. Nog steeds wel op tijd. Misschien dat ik 6:50 doe of zo. Dat ik wel even lekker kan slapen. En ik wil sowieso op, gewoon lekker vroeg gaan slapen vanavond. Ik ga nog een paar vlogs kijken op de tv en lekker chillen, mijn gemakje houden en dan ga ik lekker slapen. Tenminste, op tijd slapen, laat ik het zo zeggen. Dus ja. Yeah.